Trainingsvisie, um, er bestaat een, uh, een van de clubliederen, we hebben er heel veel, Mark Tukker die is daar zo vreselijk goed in, prachtige tekst. DVS is één familie, arme rijk, groot en klein, deze club is van ons allen en zo zal het altijd wel zijn. Maar dat is het momenteel niet helemaal Bert. Nee, als je refereert aan de situatie waar ik in zit uh, en, en de club uh, en het bestuur en, en de TC niet natuurlijk, zo eerlijk moet je gewoon zijn. Als je kijkt naar afgelopen zaterdag, hè, waar het uiteindelijk om gaat het voetballen, dan heb je wel een eenheid en een, en een elftal gezien die uh, voor de, geel, de, geel, de zwarte kleuren voor, uh, ja, die, die ze willen verdedigen. Dus dat is mooi om te zien. Ik heb wel eens eerder meegemaakt dat in tijden van reuring dit elftal zo ongelooflijk zijn uh, positieve gezicht laat zien. Maar afgelopen zaterdag was toch wel het beste potje van dit seizoen. Tot nog toe, denk ik bed. Ja, alles viel heel mooi samen natuurlijk. We wisten ook natuurlijk dat Almere een goed voetbalende ploeg is. En dan, dan voelen wij ons ook weer wat prettiger bij. Maar de manier hoe de jongens omgingen met, met de tactiek, sowieso. Maar ook de bereidheid om, om het met elkaar goed te, te volbrengen, was mooi om te zien. En kijk, we hebben een tactische, tactische set gedaan. Nou, daar ging Almere iets tegenover doen. Dan hadden we de volgende set alweer klaar. Dus het was ook nog een soort potje schaken tussen de twee banken en de, ba en de twee trainers. En dat is ook leuk om te doen. Um, Hoe zat jij op de bank? Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, trots. Trots, uh, emotie. Uh, vooral trots op, op de jongens. Uh, trots op de mensen achter me, die er toch weer waren. Uh, nou, ik zal niet ontkennen, er is natuurlijk heel veel gebeurd uh, achter de schermen. En, en ja, dat, dat neem je toch mee na zo'n wedstrijd op het moment dat je voelt van. Uh, hey, dit kan wel eens een, een mooie wedstrijd gaan worden. waarbij wij als winnaar van het veld kunnen gaan. En, uh, en de manier waarop uh, geef je heel erg voldoening. En uh, ja, dat, dat, dat raak je, dat, dat doet je heel veel. Vooral omdat je met die jongens ook iedere dag bezig bent. Ja, en als ze dan dit uh, voor de club opbrengen. en, en, en hey, voor zichzelf natuurlijk, dan is het erg prettig. Voelde jij net zo goed als ik uh, vanaf minuut één van dit kan niet meer stuk. wat klapten ze er gelijk op? En ja, ik heb wel eens zitten zeuren dit seizoen over dat slechte begin. Steeds elke wedstrijd, of uh, veel, vele wedstrijden. Maar dit was echt uh, heerlijk. Ja, en het grappige is dat, uh, dat onderweg, uh, daarna toen Almere, de, de sneeuw kwam natuurlijk naar beneden. Dus dan hoorde je al geroezemoes in de bus van: nou ja, ja wordt het wel wat vandaag. Maar toen ze eenmaal op het veld stonden, ik weet niet. Het voelde heel erg goed. Uh, Positiespelletje ging lekker. Uh, ze waren positief in, de, in de onderlinge coaching. Ik had ook wel het idee dat ze zichzelf graag wou meten met dit Almere. En. Ja, het was alsof uh, vroeger in zo'n uh, arena er ging zo'n hek omhoog en dan kwam die wilde beesten in de arena en rennen. Ja, dat gevoel had ik nu ook. En je hoeft er heel weinig vanaf de kant te doen om ze aan te jagen, aan te moedigen. Dat, dat deden ze zelf en dat was heel mooi om te zien. Is dit uh, het stekje voor uh, Maurice, die nummer 10-positie? En in de tweede helft gaan ze nu dan afwisselen met Daniel. Ja, we zijn heel hard bezig om hem daar ook conditioneel te krijgen. Kijk, we hebben hem natuurlijk heel veel vanaf rechts laten voetballen. Omdat ja, Maurice is een jongen van momenten. En, en als je op tien speelt, moet je ook verdedigen dat je werk doen Nou, conditioneel had hij, moesten we wat stappen maken daarin. Dat hebben we de afgelopen week heel goed kunnen doen met hem. Hij snapt het zelf ook. Ja, je zag wel dat hij na, na geloof ik, 50 of 60 minuten. inderdaad af en toe even om zich heen keek van. ja, hey, die jongen gaat wel erg vaak over me heen. Ja, maar dat is gewoon. Ja, dat mag gebeuren. En dan wisselen we hem even met Daniel. En, en, en we konden de bal dan ook daarover het lange vasthouden voor Dus uh, Maurice is een begnadigd voetballer. Heeft zaterdag ook laten zien over enorme wilskrachten beschikken en een uh, strijd. Ja, en, en als hij goed is, gaat de rest ontzettend mee. Uh, DVS is een familie, dat zei ik al. En dat uitte zich ook uh, met name natuurlijk in die hele groep daar achter jou, op die tribune. En ook nog achter het uh, doel, de, de Vips. Uh, de, het, uh, en uh, ja, daar, daar genoot ik ook ongelooflijk van. Ja, en ik vond het ook mooi. Er was één supporter van Almere. En die, vond, die was, dat was echt wel een held. Want die nam het op tegen al die supporters. En dat was ook prachtig om, uh, om mee te maken. Ja, ik weet niet. Het vlammetje sloeg heel snel over op het publiek. En uh, weet je, ook het publiek. Uh, door barre omstandigheden daar naartoe gereden. Die had ook zoiets van, nou, kom maar op. En uh, ja, we hadden natuurlijk ook ja, voor geluk, mag je dat zeggen. Ja, op de juiste momenten de doelpunten maken. Dus we bleven ook goed in de wedstrijd. Nou ja, ja, goed. Uh, je zou kunnen zeggen: Almere die had zijn dag niet. Maar ik dacht dat het echt door ons kwam. dat wij ze dwongen om bepaalde keuzes te maken. En dat gaven ze ook wel later aan van Almere, dat wij gewoon heel goed gespeeld hadden. Even een uh, tussenstapje. Je trainingsvisie is het. Wat is, uh, even herhalen, in het begin van het seizoen hadden we het erover. Wat is precies nou jouw visie, Bert? Nog een keer. <laughs> nou, mijn visie is, door, als je kijkt bij balbezit, dat je door de opbouw echt wel per linie tot aanvallen kan komen. Waarbij je in de laatste fase je heel veel snelheid en creativiteit moet laten zien. Uh, verdedigend willen we snel druk zetten op de bal. Uh, nou ja, dat is, voorin wil je dat graag uh, laten gebeuren, maar dat is ons nog niet gelukt. Nou, en dan voelen we een, een linie lager, om het zo maar te zeggen. Daar moet het dan gebeuren. Uh, maar wat er ook gebeurt uh, binnen een wedstrijd: uh, elkaar constant blijven ondersteunen, elkaar constant blijven helpen en van daaruit uh, tot winnen komen, want daar gaat het uiteindelijk om. En toetst uh, de TC jou daar uh, wekelijks of twee wekelijks uh, op, wat, wat normaal is uh, in mijn ogen? Nou, het toetsen dat, dat is nu twee keer gebeurd in de afgelopen maanden. Dat we echt uh, met elkaar hebben gezeten over wat ze zien en uh, dat soort zaken. Voor de rest kijk ik uh, heel vaak in de spiegel. Uh, ik laat me ook toetsen door uh, Marcel Kamphuis, wat dat betreft. En uh, ja, dat, dat is meer dan genoeg uh, in die zin. Nou, verder word je door uh, supporters en, uh, en anderen uh, natuurlijk ook vreselijk getoetst. Dus, uh, en dat is, dat is prachtig, want daar pak je altijd wel iets van mee. Van, uh, ja, zo had ik het zo ook niet gezien, maar als het zo beleven wordt, dan, dan kan dat. Nou, daar moet je van leren. En vanuit die winstpunten ga je weer verder ontwikkelen. Je hebt uh, afgelopen zondag een uh, warm gevoel gehad, uh, uh, vertelde je ons net. Ja, tot tien uur s ochtends, ja. En uh, toen werd het heel snel koud, uh, zeg maar. Ja, ja goed, uh, veranderingen geven wrijvingen. En bij wrijving wordt het warm. En uh, als je daarop doet. En, uh, nee, dit waren minder leuke dagen. Voor mij, uh, gezin, uh, voor de club vooral. Uh, maar goed, het hoort erbij. Uh, als je bij een, een, een topvereniging zit, dan horen dit soort zaken er ook bij. Het is jammer dat, uh, dat, uh, dat het zo gelopen is. En dat. Um ja, het voeren voor anderen is om te speculeren en dat soort zaken, maar uh, dat is helemaal niet nodig. Er is gewoon een meningsverschil. Er is geen, geen ruzie, absoluut niet. Uh, maar een meningsverschil over voetbal en, en uh, ja, in dit geval dan het leidende voorwerp ben ik. Dat is jammer, uh, maar goed, dat, dat hoort er ook bij. Hoop jij uh, dat het, uh, dat is bij elk, elk uh, conflict natuurlijk zo, dat, uh, dat het nog open wordt? Dat, uh, dat, dat Iedereen alles van zich af laat glijden en bij het nulpunt weer even gaat beginnen en weer normaal gaat doen, volwassen als volwassen kerels, heel eerlijk naar elkaar toe? Ik heb geen idee, Piet. Ik weet niet of dat mogelijk is. Uh, dat laat ik even afhangen van uh, ook morgenavond wat er besproken wordt. Er uh, zitten heel veel mensen bij elkaar die heel veel verstand van zaken hebben. Daar laat ik aan over. Ik ben in dienst van de vereniging. Ik ben druk met uh, ONS Sneek voor aankomende zaterdag. Ja, en wat er verder uitkomt, uh, dat, dat hoor ik dan wel. Um, ik ben niet groter dan de club. De mensen die betreft zijn niet groter dan de club. Dus in uh, de club blijft wel bestaan, maar moet wel blijven bestaan op een manier zoals het hoort bij DVS. En dat is met open vizier en uh, transparant zijn naar elkaar toe. Juist. Uh, morgenavond uh, interessant. Oefenpotje. Ja, leuk hè? Ja, kunnen we toch nog even ballen? Want op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk. Nee, we gaan naar meer volgens. En uh, dan, uh, dan zien we alle jongens even aan het werk. Want uh, hey, je moet ook uitkijken dat je niet in de overload komt. Zoals het heet. Maar even weer lekker die prikkel in je lichaam. Uh, want zaterdag is natuurlijk een cruciaal duel. Je voelt je enorm gesteund door de jongens? Ja, maar dat heb ik al vanaf minuut 1. En. Uh, ja, dus wat dat betreft uh, maak ik me daar geen zorgen over. Ik vind wel, we hebben zaterdag een dijk van een partij uh, gespeeld. Uh, ik vind ook dat het publiek recht heeft op een, op een thuiswedstrijd van dat niveau. Dus ja, we gaan kijken of de groep uh, en de staf uh, het niveau heeft om, uh, om het opnieuw te doen. En, en daar waar we dat niet uh, goed doen, moeten we het weer aanpassen. Maar uh, ik heb de verwachting uh, wel, tegen een heel goed Sneek op dit moment natuurlijk, negen punten uit drie wedstrijden, dat het wel een mooi spektakel gaat worden hier. Totaal anders uh, voetballende ploeg denk ik dan uh, Jong Almere City. Want je had het over het voetballend vermogen van Jong Almere City. City, dat ligt DVS, dat is bewezen. Uh, Snake uh, uh, ja, heeft natuurlijk die, uh, diegene die rood gekregen heeft. Die zal er zaterdag niet bij zijn, Fatima. Die lange, lange jongen. Maar voorin Prior en uh, González krijgen wel de nodige aandacht, denk ik, uh, van jou en van de spelersgroep. Ja, nee, goed. maar er, er lopen er nog een paar natuurlijk. En Landing, niet te vergeten op middenveld, die natuurlijk uh, de grote patroon, uh, is daar. Nee, prachtige ploeg, uh, goed voor elkaar op dit moment. Uh, ja, we zullen zien of wij met ons voerlands vermogen door hun uh, verdediging heen kunnen komen. Maar je zal altijd waakzaam zijn, moeten zijn, inderdaad, op het omschakelmoment van, uh, van ONS Snake. En de wachttrainer uh, van uh, uh, ONS Snake, uh, ook heel toevallig een, uh, een jongen van de club. Ja, mooi hè. Hele jonge jongen. Ook flink bezig met zijn carrière. En ook mooi dat hij bij zijn eigen club die kans krijgt. En nou goed, hij heeft een hele moeilijke start gehad en doet het nu prima. Ja, zo loopt het in de voetbalrij. Bert, heel erg bedankt voor dit interview. Het is best pittig, ook voor mij. Ik kan er niet zo goed van slapen. Ik ben echt DVS-supporter in hart en nieren. Dat was ik zaterdag helemaal. En ik wil je bedanken en heel veel sterkte wensen. Dankjewel, Piet. you <laughs>